Daar zijn we weer te gast in Drachten bij Wagenvolks. En als het over bij Wagenvolks te gast zijn, gaat het heel vaak over Volkswagens, natuurlijk. En we hebben weer een hele bijzondere, een hele mooie. Een Volkswagen Cabriolet, een Karman Cabriolet. Dus niet een Karman Ghia Cabriolet, maar Volkswagen liet zijn kevers ombouwen tot Cabriolet bij de firma Karman. Je kon ook een Speedster kopen of wat dan ook. Je kon ook een bouwpakketje kopen dat je zelf de bovenkant eraf ging halen. En, maar ja, de echte VW Kever cabrio's, dat zijn de Karman cabrio's. Dat kan je ook zien aan het embleempje wat erop zit. En dat ontbreekt bij deze auto. Zit aan de andere kant. Oké. Het is... Ah, daar is die. Dank u wel. Meneer Van Hoeven, de eigenaar, dit is het embleempje wat erop hoort te zitten. Maar ik weet ook wel waarom die ontbreekt. Omdat de auto relatief recent is, voor een deel is gerestaureerd. En een van de eerste dingen die ik dan altijd doe bij een Kever Karman Cabrio, is dat ik de deur open doe, dan probeer ik hem aan de onderkant op te tillen. En als er speling op zit, dan zit er in de meeste gevallen ernstige roestvorming hierachter. Is dubbel plaatwerk en daar zit de ophanging van de deur aan vast, daar zit de ophanging van de klep aan vast. En als je dan speling hebt op de deur, dan weet je eigenlijk wel, nou, daar zit wat werk aan. In dit geval niet, want deze is relatief recent gerestaureerd en ja, dan hoort zo'n embleempje eigenlijk daar. Goed, ik leg hem even netjes terug, want zo een mag je niet kwijtraken. Een cultauto, dat is het eigenlijk. Niet voor deze meneer, want de eigenaar die heeft hem ondertussen al zowat 30 jaar in zijn bezit. Maar de Kever Cabrio is door een aantal televisieseries is die ineens heel populair geworden in heel Europa. En vooral West-Europa moet ik zeggen. Het is ook een auto waarvan je zegt van, je wil er wel in gezien worden. En zeker als er een prachtige originele 1500 motor in zit. Want die komt niet zo heel veel voor. Het mooie vind ik bijvoorbeeld het openluchtfiltertje wat erin zit. En de dubbele, het is in dit geval roest van staal, gepolijste schakeling voor de Solex carburateurs. Je ziet dat er een klein uitsparingje is gemaakt, want anders is dat een beetje lastig. Het is een van de moeilijkste dingen om die dingen synchroon te krijgen. Maar op deze manier krijg je dat wel aardig voor elkaar. Hele mooie, simpele en slimme oplossing. Goed, fris blokje. En zoals ik al eens eerder verteld heb, je kan aan het nummer van het blokje, als daar een kruisje of een sterretje achter staat, kan je zien of die gereviseerd is. Dat is die niet officieel, althans het is geen ruilblok. Maar deze auto is wel heel goed onder handen genomen. Je ziet een vrijwel nieuw membraan. Het membraan onder de benzine- en brandstofinlaat is, als die oud is, is die echt helemaal droog. Nou, dat is hier in dit geval dus pertinent niet. En je ziet ook een aantal andere dingen. De riem is nieuw, je kan het goed aflezen. Het is een buitengewoon goed onderhouden motorblok. De openluchtfilters geven trouwens een heerlijk geluidje aan de auto. Die nummerplaten, dat zijn lekkere bleke oudblauwe platen. Het is een Gaik plaat. Er staat een kentekentje in en er staat zelfs op wie hem ooit gemaakt heeft in dit geval. Nou, vind ik nog zo mooi, zo'n stickertje wat een tijdje lang op de kentekenplaat moest. Zodat je in één keer kon zien of die inderdaad APK gekeurd was. En ja, dat doen we hem even open. En dan, als we dan over originaliteit hebben, dan vind ik dit echt fantastisch. Het is een vinyl interieur en het is hartstikke origineel. Hartstikke origineel. En opmerkelijk is dat het vinyl interieur eigenlijk altijd samengaat met een vinyl kap. Heb je een stoffen interieur, dan zit er ook bijna altijd een mohair kap op. Dus, maar in dit geval, vinyl kap die ooit al een keertje vernield is en een vinyl interieur. Dat stuur, hè, dat is zo'n mooi Mexico stuurtje. Ik vind het prachtig met zijn Wolfsburg logo, maar het is hard werken. Want een Volvo heeft... Ga goed met me hoor. Een Volkswagen heeft 15 inch wielen, die zijn groot. Dus een vrij zware uiteindelijke overbrenging. En als je dan een relatief klein stuurtje hebt, nou, onbekrachtigd, dan moet je eigenlijk wel een beetje spiermassa hebben. Mooi vind ik het inderdaad, het houten pookknopje, niet origineel, maar wel mooi. Een Blauwpunkt Amsterdam radio erin. Dat is, je had hem ook het Blauwpunkt San Remo en dan had hij een chrome frontje. Maar de Blauwpunkt Amsterdam is echt de kunststof frontje. Ja, hartstikke stijlzuiver. Maar een beetje jammer, want met die middengolf daar kun je tegenwoordig helaas niks meer. Wel een mooi vierbakje. Ik vind het een prima auto. En dan die kleur. Er zijn maar heel weinig van die Karmans, van die Karman Cabrio's in deze kleur geleverd.
Waarom weet ik niet. Ik vind het een prachtige kleur. Ik vind het ook zo ongelooflijk jaren 70 kleurtje. He, oranje, blauw, paars. Dat waren echt van die vrolijke happy kleurtjes die je in de jaren 70 had. En daar vind ik deze helemaal bij passen. Als je nou gaat vragen aan mij. Wat is dit nou voor typische kleur blauw? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Ik zou hem even op moeten zoeken in de Volkswagen catalogus. Want daar staat het altijd netjes vermeld. Dat het een originele kleur is, is in ieder geval zeker. Wat ik zelf ook heel erg mooi vind, dat zijn de ATS wielen. Niet origineel, maar het past zo verschrikkelijk mooi bij de auto. He? Zwart, gemoffeld, met gepolijste rims en randen erop. Hartstikke mooi, prachtig. Het leuke is dat de eigenaar ook nog beschikt over de originele wielen. Dus de auto is hoe dan ook hartstikke origineel. Moet je zo'n auto verzekeren, dan moet je rekenen op een fix bedrag ondertussen. En dat heeft te maken met de cultstatus die de auto op dit moment heeft. Als je een Volkswagen, Käfer, Karmann, Cabrio in deze staat met deze samenstelling, dus vinyl interieur, vinyl dak, moet verzekeren, moet je rekenen op ongeveer 19.000 euro. En dat is de te verzekeren waarde. We hebben het de laatste tijd wel heel vaak over kitcars. Nou zijn de meeste kitcars, en dan moet ik even uitleggen wat het is. Een kitcar is een auto op basis van een bekende auto waar we een nieuwe opbouw op gaan zetten. Maar de meeste kitcars zijn replica's. Sommige zijn heel goed. Denk bijvoorbeeld aan de Porsche Speedster. De replica op basis van een Käfer van vintage. Of die mooie Cobra's die je wel eens ziet rijden. Van Dax en Pilgrim, Sumo kitjes. Die zijn soms zo verschrikkelijk goed dat je het verschil niet ziet tussen een echte en een originele. Maar er zijn ook hondenhokken bij. Probeer je voor te stellen. Een Ferrari op basis van een Pontiac Fiero. Blijf er vanaf. Doe dat niet. Spaar door voor een echte Ferrari of zo. Maar geen neppert in zo'n geval. Er zijn ook kitcars op basis van bestaande auto's die wel iets toevoegen, die iets nieuws maken. En zo zijn er natuurlijk een aantal hele goede. Denk aan de Apals bijvoorbeeld op basis van de Käfer, maar ook er zijn Bugatti imitaties of zelfs Excalibur-achtige auto's op basis van een Käfer, maar ook op basis van een Citroën, van een 2CV. Makkelijk, een 2CV, een eend, zoals je wil. Makkelijk, want die hebben een mooie vlakke bodemplaat, daar kan je heerlijk opbouwen. Lomax bijvoorbeeld, die heeft een aantal hele mooie kits gemaakt. Maar de kit waar we vandaag bij staan, dat vind ik persoonlijk wel eentje waar ik heel hebberig van word. Hè? Dat is iets wat ik zelf nog wel eens graag eens in zou willen rijden. Dit is een Burton, notabene Nederlands fabrikaat. En kijk eens hoe klassiek gelijmd dat ding eruit ziet. Als je zegt het is een Engelse auto en die uitstraling hebben ze natuurlijk ook een beetje door die naam Burton. Als je een hele klassiek gelijmde auto in de stijl van een MG of een Triumph, een TR3 of een Morgan misschien nog wel. Zelfs nog een beetje vooroorlogs, maar wel met hele moderne techniek. Kijk maar. LED-lampjes erin, MT-LED-lampjes en dergelijke. Als ik hem even open doe, dan zul je zien dat het toch een heel simpel en eenvoudig eentje is wat eronder zit. Hoppakee, daarin, ja. Zie maar, het is het gewone 2CV6 blokje. Iets meer dan 600 cc, maar door het gewicht van deze auto moet hij toch in staat zijn om dat ding behoorlijk snel vooruit te stuwen. En dat lukt dan ook in veel gevallen. Heel simpel, niet ingewikkeld. Iedereen met een beetje basiskennis kan hier makkelijk aan sleutelen. Zelfs ik. Een eendenmotor haal ik in een paar uurtjes eruit en er weer in, als ik dat zou willen. Ga ik dat bij deze auto niet doen, want dat vindt de eigenaar niet goed. Er is hier ook gekozen voor die kleur zwart. Maar dan zwart uni. En dat is ver doorgevoerd. Hè? Kijk aan de koplampen. Kijk aan de wielen. Matzwart gespoten. Maar zelfs, en dat had ik nog niet eerder gezien, een zwart geleverde, in zwart geleverde, door Burton geleverd notabene, raamomlijsting. Werkelijk goed gedaan. Alleen jammer dat hier een klein beetje opwerking in zit. Ver doorgevoerd zie je inderdaad de namen. De naam Burton is erin doorgevoerd, is erin doorgegraveerd. Terwijl het eigenlijk gewoon kletonglas is, wat in Zaanstad gemaakt wordt. Maar zelfs als je naar het interieur kijkt, zie je dat in de klokjes Burton staat. Het zijn motometerklokjes, dus van een uitstekende kwaliteit. En als je nou denkt,
Hoe zit dit in elkaar? Waar zit je ten opzichte van de oude eend? Je zit op de achterbank. De schakelpook is verlengd. De pedalen en dergelijke zijn naar achteren gebracht. En om nou te zorgen dat je toch een beetje comfortabel kan sturen, hebben ze er een kleiner stuurtje, een mountain stuurtje in gezet. Want probeer je voor te stellen, een dikke kerel als ik die in zijn auto gaat zitten. En dan met zo'n groot eendenstuur, dat gaat niet lukken. Voordat je het weet, heb ik dus of het stuur in mijn handen of mijn broek is in tweeën gescheurd. Dat gaat natuurlijk niet. De lijn vind ik werkelijk heel erg mooi. Ze zijn er zelfs met een hardtop. Die hardtop die kan erop, een kunststof hardtop. En dan heb je een soort van vleugel door. Doet een beetje afbreuk aan het model, vind ik. Maar er zijn mensen die het prachtig vinden. En dat mag voor mij. Het nadeel van een kitcar is dat hij eigenlijk nooit af is. Want je wil altijd, ik wil dit nog, ik wil dat nog. Je kan, voor mij kun je er treeplanken aan maken. Je kan misschien wel vintage koplampen erop zetten. Of misschien wil je wel een voorruit uit één stuk. Ik zou het niet doen, maar dat zou allemaal kunnen. Misschien wil je wel twee aparte stoelen. Dat is het voordeel van een kitcar, want er zijn nooit twee identiek. En je kan heel mooi je eigen stempel op zo'n auto drukken. Een Burton kitcar, daar kan je twee dingen mee doen. Je kan hem kant en klaar kopen. Bij Burton of misschien wel bij een Citroën specialist. Maar je kan hem ook zelf bouwen. En je moet altijd rekenen dat zelf bouwen is duurder. Maar het is wel een hele mooie ervaring. En zoals ik al eens eerder gezegd heb. Iedere vent moet één keer in zijn leven zijn eigen auto gebouwd hebben. We hebben al eens eerder een Mercedes 123 in de uitzending gehad. Maar het zijn zulke fijne en betrouwbare auto's. En ik heb hier weer een. En het leuke is, dit is een keer een auto in een kleur die is anders dan altijd de eeuwige zilvergrijze of de blauwe of wat dan ook. Dit is een keer een rode. En dan ook nog niet een keer de standaard rode Barolo rood wat ze bij Mercedes hebben. Maar een lekkere felrode paprika rood dacht ik. Maar ik ben niet zeker. Ik zal dat nog uitzoeken. Het leuke is dat dit is een 200. Dat is eigenlijk de kleinste uitvoering, dat wil zeggen de uitvoering met de lichtste motor, een 1997 cc, een ouderwetse motor met een bovenliggende nokkenas en eentje die onwijs lange slag heeft. Hij gaat dus niet hard, maar hij gaat wel heel lang door. En dat is een voordeel, want je kan ze soms tegenkomen met wel een miljoen kilometer op de teller. Maar dat is bij deze auto niet het geval. Deze auto heeft ondanks zijn leeftijd, want hij is echt al aardig op leeftijd, 171.000 kilometer gelopen. Dan is hij net los, zo'n Mercedes. En dat vind ik dan wel eigenlijk heel erg prettig. Het leuke van deze Mercedes vind ik dat hij heeft een Scotchgard interieur. En Mercedes heeft altijd voorop gelopen met de toepassing van nieuwe kunststoffen. Denk bijvoorbeeld aan Kangouran, wat ze in 1972 volgens mij in de W116 als eerste toepaste. Kangouran is een uitvinding van Adidas. Daar maakten ze sportschoenen van. En bij Mercedes dachten ze van, hè? Vinyl, wat ademt. Daar kan je dus ook heel mooi een interieur van maken. En wij kennen het Kangouran, kennen we dan als het taxileer. Maar dit is Scotchgard. En Scotchgard is een dermate stevige kunststof. Notabene uit ons eigen Twente komt het vandaan. Als je hier een beker chocolademelk overheen gooit, hoef je niet in paniek te raken. Je pakt een doekje en je haalt het weg. En als er een klein vlekje op zit of wat dan ook, pak je een stoomcleanertje. Einde oefening, niks aan de hand. Het wil wel een beetje slijten, vooral bij in- en uitstapplekjes. En dat is ook bij deze auto is dat het geval. Je ziet dan ook dat die eigenlijk vooral door één persoon bereden is. Aan de linkerwang van de stoel zit een heel klein slijtageplekje. En als je dan echt zo fors bent zoals ik, dan worden die slijtageplekken alleen maar groter. Maar ja, deze auto heeft geen eigenaar, maar een eigenaresse. En ook nog een hele slanke juffrouw. Dus die heeft er eigenlijk geen last van. Ik doe die klep eens even open en wat ik dan altijd heel leuk vind, dat is dat piefje wat eruit komt zetten bij zo'n 123. Dat hebben meer Mercedes'en, maar die 123 die had het als eerste. Er zit het kabeltje aan en ik pak hem dan voorzichtig naar achteren en dan kan ik hem optillen en ik til de motorkap op. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want als je een oude 123 hebt die slecht onderhouden is, dan is dat vet in dat kabeltje, dat is hard geworden. En voordat je het weet heb je dat piefje in je handen, dan krijg je nooit die motorkap meer open. Nou, hier hebben we hem. Die onwaarschijnlijk sterke 4-cilinder 200 motor. Dan kijk ik altijd graag in bij Mercedes. Kijk, deze is goed onderhouden. Daar kun je naar kijken. De olie loopt. Het vormt een mooi druppeltje. Dat zie je hier een beetje en hier. Dus die is hartstikke schoon. En als je erin kijkt, zie je ook die distributieketting. Nou, die is als nieuw.
Die is echt als nieuw. Dat vind ik alweer een voordeel. Een ketting ten opzichte van een riem. Die is even steviger. Gaat zo gauw niet kapot. En minder onderhoud. Dat is maar goed. Daar staat Mercedes onbekend. De kilometervreters. Nou, de Pierburg carburateur. Ook toppunt van betrouwbaarheid. En ook als ik kijk naar de riemen, Continental. Als ik kijk naar de dynamo en de accu van Bosch. En zelfs de ruitenwissers zijn van Bosch. Dat wil maar één ding zeggen. De auto is onderhouden door iemand die er verstand van heeft. Die dus niet zomaar een aftermarktmerkje pakt. Waarvan je zegt van nou, daar gaan we eens kijken of dat ook functioneert. Ik loop even naar de achterklep. En dan ga ik nog een kleinigheidje laten zien. Als je nou een Mercedes koopt. En of dat nou een 123 is of een 124 of een 126. En je doet de achterklep open. Kijk dan naar de achterlichten. Op de achterlichten staan stickertjes. En daar hoort een Mercedes logootje op te staan. Staat dat er niet op, dan is het een aftermarkt achterlicht. En heeft de auto naar alle waarschijnlijkheid een achterschade gehad. Want het eerste wat er gebeurt bij een achterschade is dat er achterlichten kapot springen. En die dingen zijn schreeuwend duur bij Mercedes. Een 123. Ze hebben een tijd in de dip gezeten. Want ja, het aanbod was heel erg groot. Er waren een heleboel slechte op de markt. Maar dit is een hele goede. En zit dan ook langzaam maar zeker weer een mooie stijging in de waarde van de auto. Als je deze auto moet verzekeren, moet je rekenen op tussen de 10 en de 14.000 euro. Dat is de verzekerde waarde. Citroën. Een van mijn favoriete merken. En waarom? Omdat ze altijd innovaties hebben. Altijd nieuwe dingen. Kijk nou eens even naar die nieuwe cactus. Met dat plastic aan de zijkant. Nou ja, plastic. Maar toch. Iedereen spreekt er schande van. Maar ondertussen rijden we wel een flink aantal van op de weg. En eigenlijk heeft Citroën altijd innovaties gekregen. Deze auto bijvoorbeeld is een Citroën Traction Avant. Wat betekent nou Traction Avant? Niks anders als voorwielaandrijving. Want het was bij de introductie van de auto nog voor de Tweede Wereldoorlog was het helemaal nieuw. Voorwielaandrijving en dat in zo'n grote auto. Nou, belachelijk. Dat verzin je toch niet. Maar Citroën deed het wel. En om te laten zien hoe goed het was, hebben ze een jaar lang met twee auto's van Parijs naar Marseille heen en weer gereden. Dag en nacht. Dag en nacht. Alleen olie gewisseld. Een jaar lang. En probeer je voor te stellen, Frankrijk voor de Tweede Wereldoorlog, die wegen in die tijd verschrikkelijk. En toch hebben die mensen het overleefd. En die auto had gelijk zijn naam gevestigd. Simpel viercilinder motortje. Wat we tot diep in de jaren 70 zelfs nog met een kleine modificatie tegenkwamen in de Citroën DS. Heel simpel. Niet al te ingewikkeld. Gelukkig hebben ze hier wel een aantal slimme dingen aan gedaan. Een goede accu. Dus zeg maar een gel batterij die erin zit. Zit er gelukkig ook een filtertje tussen het brandstof. Want die tanks die wilden we rotzooi loslaten. En je ziet ook dat er een nieuwe dynamo in zit. Een wisselstroomdynamo. Goed gedaan van de eigenaar in dit geval. Ja, wat typisch is voor die Fransen is dat ze overal hun merkjes opstoken. Siem en op een zit aan de andere kant zit dan een spanningsregelaar. Er staat dan weer Gelbon op. Dus voor een taxateur is het best lastig om daar de juiste dingen, de juiste systemen uit te halen. Wat ik hier zie, is hier twee kabeltjes en een nieuwe condensator. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zit hier een elektronische 123 ontsteking in. Maar dat is prettig. Want daardoor start hij eigenlijk altijd heel vlot. En niet alleen dat hij heel vlot start, maar hij is ook nog een keer lekker zuinig. Ook de sluiting is een beetje apart. Kijk, je duwt hem naar beneden en vast zit hij. Tenminste, ja, en vast zit hij. Hartstikke goed. Verkeerde omdeurtjes. Tenminste, zo zouden we dat tegenwoordig zeggen. Suicide doors. Er zijn op dit moment weer studies om die suicide doors weer helemaal terug te brengen. Als je nu op dit moment spiksplinter nieuwe binnenschermen koopt voor een nieuwe auto, koop je die meestal van het merk Robri of Locari. En om even een idee te geven hoe oud dat merk is, hier vinden we Robri terug. Die spatbordbeschermers, ook aan de achterkant, zitten Robri's op, een Robri setje. Het dashboard is zo simpel als maar zijn kan. Vooruitontwaseming zat er niet in. Nee, het leuke is, je kon het vooruit kon je gewoon openzetten aan de onderkant. Nou, we kennen dat bij Volkswagen T1 busjes. Dan noemen ze het Sahara ruitjes of Safari ruitjes. Al naar believen. Maar hier zeggen ze gewoon het vooruit kan open. De Traction Avant was altijd al een ongelooflijk betrouwbare auto.
Ze zijn er ook in een heleboel verschillende vormen. Met dikke zes cilinders, dat zijn, vind ik zelf, de allerleukste. Ze zijn er zelfs met hydropneumatiek. Zeg maar dat stijgsysteem wat ook in de Citroën DS zit. Nou, dat zijn helemaal de zeldzame. Je hebt ze met een wieltje achterop. Ik zal even kijken. Ja, dit is een wieltje. De Legere heb je. Nou, en uiteraard de extra lange die als voerzel net gebruikt zijn. Dus zeg maar als bestelauto. In de meeste gevallen voor een bakker of voor de eierboer of wat dan ook. Een hele enkele keer als je op televisie een comedy ziet die in Frankrijk speelt. Denk aan Allo, Allo, dan zien we deze auto's nog wel eens voorbij komen. Of Louis de Funès, die was er ook gek op, dit soort auto's. Traction avant, in een goede staat, daar moet je geld voor betalen. En zeker als ze zo leuk origineel zijn met een originele imperiaal, met een complete robreset. Met een bagagedrager achterop, origineel, een wieltje met een bagagedrager. Dat zijn wel auto's die geld kosten hoor. Een goede koopje, laat ik het zo maar zeggen, niet onder de 12.500 euro. Als je ineens je koopt die goedkoper is, dan moet je of mazzel hebben, of een goed gevulde gereedschapkist. Citroën, Traction Avant. In 1934 vluchtte de Italiaanse hoofdconstructeur van Fiat, Enrico Pigozzi, naar Frankrijk. Op de vlucht voor de dienstplicht die Benito Mussolini hem opgelegd had. Daar had hij helemaal geen zin in. Hij wilde gewoon auto's maken. En hij wilde eigenlijk helemaal geen legervoertuigen maken. Helemaal niet. Dus hij vluchtte naar Frankrijk, naar Nanterre. En hij begon daar de Société Industrielle de Moteurs et Carrosserie des Automobiles. Afgekort Simca. Simca maakte tot aan het begin van de jaren 40 hele leuke eigenwijze automobielen. Maar ja. Die Italianen en die Duitsers die hadden hele andere plannen met Frankrijk. Dus die vielen Frankrijk binnen en de automobielindustrie van de Fransen werd genationaliseerd. Dus toen moest hij toch auto's gaan maken voor het leger. Daar had hij eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Hij veranderde zijn naam van Enrico Pigozzi in Henri Pigozzi. Een beetje verfranst. En toen na de oorlog eigenlijk de automobielindustrie weer opkrabbelde, ging Pigozzi terug naar Italië. Niet omdat hij zijn merk Simca in de steek liet, maar om samenwerking te zoeken met zijn oude baas Fiat. En dat lukte, want Fiat had voor de oorlog al een aantal hele leuke, spannende kleine autootjes gemaakt. Onder de typenaam Topolino. Topolino betekent muis. Nou, de naam zegt het al. Het is ook een muis van een auto. Een klein autootje die we hier hebben staan. En het leuke is, dit is niet de Fiat Topolino, maar dit is de Simca Topolino. Want die Pigozzi was een slimme man, die dacht, als wij zelf de grondstoffen niet hebben en de Italianen op de een of andere manier wel, dan gaan wij die Topolino in concessie bouwen. Dus we maken daar een licentie van. En als je dan op het embleem kijkt, staat dan ook dat het een licentiebouw van Fiat is. Daar staat zowel Fiat als Simca op. Heeft een aantal kleine verschilletjes, maar die zijn eigenlijk niet noemenswaardig. De auto werd in een aantal carrosserievormen gebouwd. Er werd een stationcarretje gemaakt. Die werd de Gardiniera genoemd, oftewel de tuinauto. Waar dat nou vandaan komt, weet ik niet. Maar tot op de dag van vandaag noemen ze de kleine Fiatjes nog steeds Gardinieras. En er was een hele mooie semi-cabrio. Dat werd de Belvedere genoemd. Belvedere, het mooie uitzicht. Kan je naar boven kijken. Dit is een hartstikke leuk autootje met een mooi, vrij klein blokje. Nog geen 600 cc, maar wel pittig genoeg om over de wegen, nou ja, vooral na de Tweede Wereldoorlog, die hele slechte wegen van die tijd, daar toch een beetje door Europa te trekken. Wat ik heel plezierig vind aan deze auto is dat de eigenaar hem destijds gerestaureerd heeft met heel veel oog voor originaliteit. Want als ik even kijk bijvoorbeeld naar de banden zijn diagonaalbanden. Nou, hebben wij tegenwoordig allemaal radiaalbanden met speciale compounds, goede samenstelling. Nou ja, daar weten we ondertussen alles van. Maar met dit ouderwetse profiel, daar is die auto ook voor ontwikkeld. Dus je kan je afvragen of je hier wel een radiaalband onder moet zetten. Gekozen is in dit geval voor een Ceyhat band. Ceyhat is een submerkje van Pirelli, dus ook nog een keer weer dat Italiaanse terugkomen. En dan inderdaad in een diagonaal versie. 125, 15 is dezelfde maat die ook onder een 1 zit bijvoorbeeld. Kijk, hier hebben we de klingerateur.
Als je de richtingaanwijzer aanzet, dan gaat het dingetje omhoog. Wij kennen dat bijvoorbeeld van de Volkswagen Kever en nog een aantal andere auto's, zeg maar, die van voor de oorlog zijn qua ontwikkeling. Als ik de auto open doe, dan zie ik een aantal hele bijzondere dingen. In eerste instantie, dit zijn hele fijne stoeltjes. Niet helemaal origineel, want deze bekleding is van Pierre de Poussin, lekker zacht, maar wel heel comfortabel. En je ziet dat er, ondanks dat het een kleine auto is, dat er behoorlijk ruimte in zit. Dat komt omdat je eigenlijk achterin niet kan zitten. Er zit weinig ruimte in, er zit een mooie, de mooie ruimte voor het gereedschap en dergelijke. En het dashboard is heel basic, heel simpel gehouden. En dat is ook prima, want het is een basic autootje. Goed, dan kijken we even onder dat motorkapje. Want er zit een heel slim motorblokje. De eigenaar heeft me zojuist verteld dat het een 569cc is. Ik kan dat nooit onthouden. 564, 579. 569cc. En wat vind ik nou het slimme hiervan? Er zit een benzinekraantje in. Dat hoort niet zo eigenlijk, maar dat is wel heel verstandig. Want ze willen wel lekken, deze autootjes. En als je goed kijkt, zie je dat die brandstofleiding heel dicht bij het blok loopt. Dus als het gaat lekken en het blok is een beetje warm, voordat je het weet, fik je zo je simkaart af. Nou, dat is wel het laatste wat je wil. Dus je hebt er heel slim een heel modern kraantje tussen gezet. Goed gedaan. Wat me ook opvalt is natuurlijk de Solex carburateur. Als je kijkt naar de Fiatjes, die hebben allemaal een Dolorto. Nou is een Dolorto een beetje simpeler af te stellen. Dus een Solex is nou toch even wat meer werk. Maar het voordeel is wel dat die Solex een beetje langer meegaat, minder snel slijtage aan de vlotters en aan de sproeiers heeft. Heel fijn blokje. Als je kijkt naar de... Dat vind ik dus ook weer leuk, hè? Tegenwoordig is het allemaal afgeschermd en wat dan ook bij die bougies. Want terwijl die motor loopt, die raakt dat bovenkantje aan. Krijg je een enorme optater. We praten over tienduizenden volts of zo. Met een hele lage amperage, maar toch, je kan een enorme opduvel krijgen. Maar bij deze auto is dat allemaal nog ouderwets met een klemmetje gedaan. Eigenlijk heb je zo het meeste contact tussen je bougiekabel en je bougie zelf. Dus een betere vonk kan je bijna niet krijgen. Goed, nog een verschil tussen een Italiaanse Topolino en een Simca Topolino. Is de verlichting. De verlichting bij de, dat weten we, bij de meeste Franse auto's uit de jaren 50 en 60 is geel. Nou, dat heeft de eigenaar heel goed gedaan. Er zit een hele mooie gele Duplo lamp in. Maar als je kijkt naar het koplampglas, zie je erin staan Marshall. En Marshall is eigenlijk de hofleverancier van Peugeot en Simca destijds. De Italiaanse lampen waren van Carello en die waren ook niet zo bol, die waren wat vlakker. En daar kun je eigenlijk, als je een beetje oog ervoor hebt, kun je in één oogopslag zien of je met een Simca te maken hebt of je hebt met een Topolino te maken. Het zijn gewilde autootjes. Ze zijn klein, ze zijn charmant en heel veel, seksappeal hebben ze, moet ik zeggen. Net als de Fiat 500 die daarna kwam. En zelfs, en ik weet dat ik daarmee een aantal mensen vervelend tegen de benen schop, maar zelfs een Fiat Panda is een auto die in dat rijtje thuis hoort. Het is een leuke auto. De Simca, dus niet de Fiat, de Simca Topolino.